retail is op dit moment behoorlijk in beweging. Aan de ene zijde zie je dat retailers in de winkelstraat aan het zoeken zijn naar het verhogen van hun bezoekersaantallen. En aan de andere zijde zie je dat online retailers op dit moment naar de winkelstraat toe aan het komen zijn. Met andere woorden, deze twee retailvormen groeien naar elkaar toe. En waar het eindpunt ligt is op dit moment nog de vraag. Mobile gaat niet alleen de retailwereld veranderen, maar gaat eigenlijk de hele wereld in die zin veranderen. Met betrekking tot retail zal dit echt daadwerkelijk het koopmoment van de consument veranderen. MicroStrategy biedt daar oplossingen voor, waardoor dat niet alleen in de winkel het koopmoment nog steeds via mobiel kan plaatsvinden, maar ook gewoon thuis. In 2014 moet in retail hoofdzakelijk de aanpassing komen richting mobile. Retailers moeten zich gaan focussen op mobile technologieën. Dat betekent nieuwe kanalen ontwikkelen richting de consument, maar ook optimalisatieslagen binnen de winkel zelf, dus op operationeel vlak, dienen richting mobiele toepassingen te groeien. Stel dat je dit mist, mis je een compleet nieuw verkoopkanaal richting de markt. Je mist het mobiele kanaal als retailer naast de winkelstraat en online. Met andere woorden, je mist dus uiteindelijk een hele grote groep aan consumenten. In 2015 tot 2020 zal retail totaal veranderd zijn. Het zal geshift zijn vanuit de winkelstraat, die uiteraard nog steeds zal blijven bestaan, naar een complete combinatie van winkelstraat, online en mobiele technologie. En in 2015 tot 2020 zal met name het marktaandeel en het verkoopkanaal mobile gegroeid zijn naar wellicht 50%. MicroStrategy is de laatste jaren in retail zeer succesvol geweest en met name door het Mobile Intelligence Platform. Dit stelt retailers uiteindelijk in staat om mobiele applicaties te genereren die optimalisatieslag in de winkel zelf uiteindelijk kunnen bereiken, maar ook een compleet nieuw verkoopkanaal richting de consument kunnen genereren. Retailers moeten naar MicroStrategy op What's Going On in Retail komen, omdat MicroStrategy daar een compleet nieuw mobile platform laat zien. En daarnaast ook een compleet nieuwe mobile toepassing gericht op de consument.